een nieuwe oefening in de medium categorie voor module 4. En opnieuw gaat het over overerving. En dan gaan we een hiërarchie creëren. Wat hebben we nodig voor de volgende opdracht? Het gaat om op voorhand een schema te maken. Dat gaan we niet doen, dat moet je maar zelf doen op papier. Zodat je een idee hebt hoe alles in elkaar past. Denk zelf na over de gepaste types en hoe alles in elkaar past. En we schrijven enkele classes die een school gaan voorstellen. Hiervoor hebben we verschillende klassen nodig. Laat eens zien. We hebben verschillende personen die gezamenlijke gegevens hebben. Voornaam, achternaam. En die komen in een klasse persoon. Ik heb hier een klasse person, dus we laten ons daarmee beginnen. Verder hebben we nog specifiekere personen. Ik ga dus beginnen met algemeen een persoon die heeft een first name en een last name. Ik ga een constructor maken. Voilà. En ik ga een toestring maken. Ziezo. Hier zie je trouwens dat er ook al over super gesproken wordt. En dat is omdat elke klasse dat we ooit maken, per de facto overerft van een klasse object. Dus alle dingen die we ooit maken, alle objecten die we ooit maken van onze klassen, zijn ook objecten. En dus daar zie je dat die toString en nog andere dingen eigenlijk al voorgedefinieerd zijn als een soort default versie in die superklasse object. En de toestring die daar gedefinieerd wordt, is natuurlijk iets van het genre naam van de klasse of naam van de packages. Dus dat zal hier zijn ehb.module 4 bla bla bla. Dus alle packages, dan de naam van de klasse. En dan person at en dan virtueel adres van waar dat object zich bevindt in het geheugen. Dus dat wordt eigenlijk in die super toestring gemaakt in object. We gaan er iets beters van maken. We gaan hier first name en last name in de toestring zetten. Goed, dan hebben we nodig. Een student is een persoon en heeft verder nog een studentennummer en een specialisatie. Bijvoorbeeld TI of MCT. Docenten zijn personeelsleden met een specialisatie en een lokaal. En bedienden zijn ook personeelsleden en hebben ook een lokaal. Een lokaal bestaat uit een adres, gebouw, een verdieping en een lokaalnummer. En dan gaan we eens kijken. We hebben dus in principe drie klassen nodig. Student, docent en bediende. Dus laten we die klassen eens aanmaken. Student. In het Engels. En dan. Ik ga hier voor professor in het Engels. En dan. Bediende. Moet even naar Google. Wat dat daar een goede naam voor zou zijn. Even zien. Bediende in het. Clerk, attendant. Employee. Clerk lijkt me dan misschien de betere naam. Goed. Heb je verschillende synoniemen voor. Servant is het in elk geval niet. Dat is ook een bediende. Maar meer in de zin van een knecht, een dienaar. Ziezo, clerk. We hebben drie nieuwe klasses. Laat ons eens zien wat er gebeurt nu. Wij moeten, als ik even terug naar persoon ga, dat is van de vorige oefening, dus die ga ik eventjes dicht doen. En ik ga kijken naar persoon. Wat hebben we? Een student is een persoon die heeft een studentennummer en een specialisatie, maar ook een docent geeft een specialisatie en dan een lokaal. Maar dan hebben bedienden ook een lokaal en um,
Bedienden hebben dan ook lokaal en enkel maar lokaal. Ja. Dus we zouden kunnen zeggen dat eigenlijk docenten bedienden zijn. Want die hebben een lokaal en daarnaast ook nog een specialisatie. Dus laat ons docenten afleiden van bedienden. Oké, okay. Extends. Oké, okay, ik moet niet afleiden van persoon, want clerk zal op zijn beurt afgeleid zijn van persoon. No. Extends person. Voilà. Nu gaan de poppen aan het dansen natuurlijk, want nu gaat hij vragen om constructoren. Ik kan als dusdanig geen clerk niet meer aanmaken en geen professors niet meer aanmaken. Omdat professor wel, omdat dat van clerk afgeleid is. Een clerk heeft geen constructor, maar Java voegt dan zelf een default constructor aan die geen parameters meer krijgt. Echter, clerk zit in de problemen, omdat hij person extends en een person moet worden nagemaakt. Als het ware een inner object, zou je kunnen zeggen. Clerk heeft een inner object person en professor heeft dan een inner object clerk. Ik kan misschien eventjes dat idee wel illustreren. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen het volgende. Ik heb, als ik de klasse persoon heb, dan heb ik daar een first name. Een last name. Dus die dingen hebben we zeker. Dat is de klasse persoon. Maar die clerk heeft dus eigenlijk een persoon. Ik ga het een klein beetje kleiner maken. Als we naar clerk gaan. Dus dit is een persoon. Als we dan naar clerk gaan, dan zou je dit kunnen voorstellen als, maar dat is maar een conceptuele voorstelling natuurlijk, zou je dit kunnen doen. Misschien in dat opzicht was misschien employee beter dan clerk. Ik ga het misschien straks nog veranderen. Maar een clerk is dus ook een object. En dat geeft eigenlijk wat, naast het feit dat hij wat zal hebben, een address. Het was address, ja. Dan zal dat verwijzen naar, ja, ik weet het niet, misschien een string, maar misschien ook een volledig object. Maar in elk geval, doordat clerk afleidt van persoon, het is een person in mijn codebase, zou je dit kunnen zeggen. Ik heb eigenlijk een super. En die super wijst eigenlijk naar een soort inner object van het type persoon. Die dus een first name en een last name heeft. Ja. Opnieuw, dit is een conceptuele voorstelling. Dit is geen. Zo hoeft het in de virtuele machine helemaal niet te gebeuren. Maar conceptueel, om na te denken over wat er gebeurt, zou het dus zo kunnen zijn. En die super wijst dus eigenlijk naar een soort inner object. Een dikke stift nemen. Ziezo. Die wijst eigenlijk naar dit. Oké, en dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus als je een clerk wil aanmaken, dan moet je natuurlijk ook een constructor hebben om ook dit aan te maken. Eigenlijk hebben we nog een variabele die we altijd gratis krijgen. Daar spreken we eigenlijk niet zoveel over, maar this zou je in dit geval kunnen zien als ook een variabele die wijst naar het object zelf. Oké. Okay. Dus dat is ik. Mezelf. Goed. Ziezo. Als we dan een docent hebben, of een professor, dan zal er nog eens een laag rond zijn. En zijn super zal wijzen naar zo'n object. Hè. Goed. Dus, ik ga clerk wijzigen naar employee. Rename.
employee, voilà. En dan is een professor natuurlijk een employee. En dan gaan we kijken, die employee moet kunnen aangemaakt worden. Dus we gaan daar een constructor voor moeten maken. Maar die zal wat hebben? Lokaal. Okay. En dat bestaat uit een adres, een gebouw, een verdieping en een lokaal nummer. Okay. Dus misschien moeten we lokaal ook als klasse voorzien. Room. Voilà. Ik ga eventjes hier de commentaar mee nemen. Voilà. Zo. En dan kunnen we hier aan de slag. Adres. Ik ga nu dit adres volledig in een string zet. Ja. Maar ook dat zou een object kunnen zijn. Ik heb een building nodig. Ik heb een floor nodig. Ik heb een room number nodig. En dat is het. Okay. Daar kunnen we constructoren voor maken dan. Dat ga ik nu niet doen. Maar ik kan nu wel bij een employee zeggen dat hij moet een room hebben. Okay. We zouden kunnen zeggen dat dat zijn office is. Ja, waarom niet? Of ik noem het gewoon room. Okay. Ik heb nu een constructor nodig. Voor een employee. En die heeft natuurlijk een first een name en een first name. Sorry, een first name en last name nodig. En zo heb ik het ook genoemd, denk ik, bij person. First name, last name. Dus hier gaan we hetzelfde doen. We gaan de benaming handhaven. Dus first name. En last name. Voilà. Ziezo. En room wordt natuurlijk in, op dit niveau bij employee bewaard. Maar de first name en last name worden doorgegeven als super. Dus aan persoon. Omdat persoon verantwoordelijk is voor de bijhouden van de naam. En de ja, voornaam en de familie. Wat hebben we nog nodig? We hebben een professor. En die heeft dan naast het feit dat hij een adres geeft, ook een, wat was het, een specialisatie. Okay. Ik kan dat eventjes kopiëren hier. Voilà. Voilà. Specialization. Room ook, hè. Ja. Maar ik heb dus nog een room nodig. There we go. Room niet. Maar room wordt bijgehouden door employee. Okay, dus we hebben hier alle informatie, een voornaam, familienaam, een room en een specialisatie. En dan gaan we hier wat doen? De specialisatie lokaal stockeren en de first name, last name en room doorgeven aan employee. Die zal op zijn beurt room lokaal stockeren en gaat first name en last name nog eens naar boven gooien, een trapje hoger naar person. En dan moeten we tenslotte een student maken. En de student was een persoon en heeft verder nog een studentennummer en een specialisatie. Okay. Dat kunnen we ook toevoegen. Een student number
Specialization, voilà. We moeten dat inderdaad hier stockeren, want we kunnen dat niet overlappen met een professor. Het heeft ook geen zin om een student af te leiden van een professor, want een student is geen professor. Een professor is ook geen student. Ja. Dus het heeft geen zin om die twee met elkaar te mengen of samen te brengen. Dus zijn we hier helaas verplicht om die specialisatie apart nog eens bij te houden. En dan hebben we constructor nodig. Opnieuw, first name, last name en de twee nieuwe eigenschappen. First en last name worden gewoon doorgegeven aan person. En dit is ongeveer wat gevraagd werd. Ja. Ik heb hier adres niet meer opgesplitst als apart object, dus gewoon een string. En dan wordt er nog gevraagd om de volgende functies te laten werken als uitdaging. Docenten begeleiden meerdere studenten. Proberen ervoor te zorgen dat een docent meerdere studenten toegewezen krijgt. Hiervoor kan je een array bekijken. Bedienden kunnen lokaal wijzigen van andere personeelsleden. Zorg ervoor dat deze functie enkel binnen de school, dus de package, gebruikt kan worden. Dus dan moet je eigenlijk protected zetten. Oké. Okay. Package protected. Bedienden moeten dus de bedienden kunnen lokaal wijzigen van andere personeelsleden. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat we hier een protected functie nodig hebben. Dus alleen maar de classes binnen deze package zullen die functie kunnen oproepen. Maar dan gaan we wat doen? Dan gaan we hier een set room maken. Maar die set room gaat niet voor onszelf dienen, maar voor een andere employee. Dus zetten we de room voor een bepaalde employee. Okay. Het zijn enkel employees die dat kunnen. Maar goed, professoren zijn ook employees, dus ze kunnen het in principe ook, want ze erven het over. Dan gaan we dus wat doen? Dan gaan we hier niet de room toekennen aan onszelf, maar aan die employee. Gaan we dus vragen om zijn room in te stellen. Oké. Okay. Employee kan daaraan natuurlijk, want het is een employee dat je meegeeft. Oké. Okay. Ziezo. Dan hebben we nog tenslotte docenten begeleiden meerdere studenten. Dus dat is eigenlijk een oefening die daar los van staat, van die hiërarchie. Professoren moeten dus gewoon meerdere studenten kunnen begeleiden. Dus hebben we wat nodig? Private array van studenten. Voilà. En dan gaan we hier in de constructor niet die studentenlijst meegeven, maar gaan we wel er moeten voor zorgen dat die studenten wel degelijk een nieuwe array van studenten zijn. Ik ga er nu 10 maken. Hè. Dus plaats voor 10 studenten, of laten we ons misschien 100 klaarmaken. Wat gebeurt er hier als je dit doet? De variabele studenten is geen array, maar is van het type array. Dus als ik eventjes hier terug naar ga, en ik doe dit hier allemaal weg, op het moment dat wij dus die variabele definiëren, students, als je dit doet, en dan later dit doet, ga je even 3 nemen. Dan hebben we eigenlijk dit. In het eerste lijntje gebeurt dit. Een variabele wordt aangemaakt met de naam student. Voilà. Okay. Maar dit is natuurlijk een variabele die alleen maar kan verwijzen naar een array. Het is pas als we dit hier hebben, dus een nieuwe array die wordt gemaakt, dat we inderdaad een nieuwe array maken van 3 cellen.
Ziezo. En deze kennen we toe aan de studentenvariabele. Dus met andere woorden, het eerste adres hier van deze eerste cel wordt eigenlijk daarin geschreven. Ja. Maar dat gaan we symbolisch voorstellen als een reference. Dus wijst naar. Ziezo. Er zijn ook geen studenten. Dus we hebben alleen maar een array die de adressen van drie studenten kan bevatten. Dus het is pas als we hier aan studenten iets gaan toekennen. Op plaats 1 bijvoorbeeld. New student. En ik ga hier nu niet mij bekommeren om wat allemaal moet meegegeven worden aan een student. Daar gaat het nu niet over. Maar als we dit doen, dan gaan we uiteindelijk een nieuwe student maken. Voilà, met al zijn informatie. En dan gaan we dit toekennen aan cel 1. Dus dit is cel 0. Dit is cel 1. Dit is cel 2. Dus hier wordt deze student aan toegekend. Dat is eigenlijk de tekening, de conceptuele tekening van het geheugen bij deze code. Okay. Terug naar onze codebase. Ik heb nu plaats voor 100 studenten. Eén probleem bij Java is dat arrays een vaste grootte hebben. Dus ik moet een grootte kiezen en ik kan daar dan niet vanaf. Die array kan niet meer groeien of kleiner worden. Maar voor deze oefening volstaat het. Dus ik ga gewoon even ruw 100 nemen. Dat betekent dat je plaats tekort kunt komen als er meer dan 100 studenten zijn. Maar dat betekent ook bij kleine groepen, 20 studenten bijvoorbeeld, dat je daar 80 cellen hebt die nooit gebruikt worden. Maar ik ga dit hier eventjes niet als hoofdbestanddeel van de oefening beschouwen, want er zitten oefeningen aan te komen met collection classes en een array list bijvoorbeeld is een dynamische versie van een array. Die gebruikt eigenlijk intern een array en die kan wel groeien en kleiner worden zelfs ook, denk ik. Goed. Dus als we die professor een student laten toevoegen, dan gaan wij wat doen. Dan gaan wij nu eventjes kijken. Hij loopt over alle cellen en zoekt naar de eerste cel die leeg is, die nul is. En daar gaat hij de student aan toekennen. Okay. En dan zegt hij zelfs stop met de for loop, want hij is bewaard. Beter is dat we dit doen. Dan de boolean. Is student added. Of found spot. We hebben een plaatsje gevonden. We hebben nog geen plaats gevonden. Dus kunnen we hier zeggen, zolang de index van onze array niet voorbij de lengte van de array gaat, 100. En we geen plaats gevonden hebben. Dus not found spot. Dan gaan we kijken, als op die plaats er geen student zit, dus als de inhoud 0 is, dan gaan we die student daar gaan plaatsen. En dan gaan we hier natuurlijk in plaats van die lelijke break gewoon zeggen, found spot is niet true. Okay. Een betere manier is dat je natuurlijk bijhoudt number of students. Okay. Student count. Bijvoorbeeld. Ja. En dan zetten we hier de student count op 0. Okay. Wat hebben we nog? Geen studenten. Iedere keer dat je student toevoegt, gaan we wat doen? Gaan we als de student count. Ik zal het even nog niet doen. Dan gaan we de student gaan opslaan in student op de plaats student count. Student count is initieel 0. Dus de eerste student zetten we op plaats 0. En dan verhogen we gewoon de student count. En dan hoeven we dit hier allemaal niet te doen. Hè. Ik laat het eventjes staan voor didactische naslag. Maar dit is eenvoudiger en ook sneller. Dus we gaan hem plaatsen op de eerste vrije plaats. En dan gaan we het aantal, die toevallig ook het nummer van de eerste vrije plaats is, gaan incrementeren. Hier riskeer je dat natuurlijk voorbij het einde van de array loopt. Dus we gaan de student enkel maar toevoegen. Let's fail gracefully.
alleen maar als de studentcount. Studentcount. Kleiner is dan de lengte van mijn student array, gaan we dit doen. Ziezo. Ja. En als je dus meer studenten probeert toe te voegen, dan gaat hij het gewoon niet meer doen. Ja. Dan zou je eventueel nog een foutboodschap kunnen meegeven. System.out.line, no more students can be added. Okay. Maar dat is dan eigenlijk als programmeur de luie weg kiezen, want dan zeg je, oké, ik heb geen oplossing voor hoeveel studenten ik moet voorzien, dus ik ga maar zeggen tegen de gebruiker, ja, sorry, er kunnen niet meer dan 100 zitten. Of je zou er 1000 van kunnen maken, dat zou wel heel absurd zijn, dat een professor 1000 studenten moet begeleiden, maar dat zit je met veel lege cellen in die array. Dus daar bestaat een elegantere oplossing voor, en dat is eigenlijk een klasse maken die zelf de array laat groeien. En zoiets staat trouwens in mijn op mijn YouTube. Daar is er een playlist met sowieso Java-oefeningen, die losstaan van de oefeningen die opgegeven zijn in deze cursus. En ik denk dat een ArrayList daar zelfs tussen staat en een linked list. Okay? Dat zijn twee manieren om je eigen collection classes te maken. We hoeven ze niet te maken, want in de volgende modules gaan we zien dat je ze gewoon in Java hebt en kunt gebruiken. Ik denk dat we klaar zijn met deze oefening. Jawel.